Wij zijn vandaag met Van Poelgeest op circuit Zandvoort. Mijn naam is Friso, product genius bij Van Poelgeest. En we zijn niet voor niets op deze iconische plek. We hebben twee iconische auto's om aan u te introduceren. Ik wil ze nu graag laten zien, de twee nieuwste en meest indrukwekkende auto's vanuit de BMW M Motorsportstal. Kom mee! Dit zijn ze, de nieuwe BMW M3 en M4. We hadden voor deze geweldige gelegenheid de grote tribune gereserveerd om jullie allemaal uit te nodigen, maar dat gaat nou even niet. Dus heb ik meegenomen Reinier en Marcel, twee collega's, tevens M-liefhebbers. We staan hier met z'n drieën bij de M3 en de M4 en we gaan jullie alles vertellen. Maar er staat nog iets tussen. Marcel, kan jij me vertellen wat deze auto hier doet? Ja, graag Friso. Ja, BMW M2 CS Motorsport. Sinds het begin van dit jaar is Van Poelgeest ook BMW M Motorsport dealer geworden. Dus wij mogen deze mooie producten aan u verkopen. Dat zijn auto's zonder kenteken, maar echt geschikt voor het circuit. Dus voor nog meer rijplezier, niet meer op de weg, maar gewoon op de baan. We kunnen faciliteren voor racelicenties, alle dingen die eromheen horen. Dus Van Poelgeest is uw partner als motorsport dealer. Dat is wel gaaf. Absoluut. Ontzettend goed nieuws. Dat is gaaf om te zien. Maar als je nou geen racelicentie hebt, dan kunnen wij gewoon nog steeds lekker in de M3 en de M4 rondrijden en hier of niet? Laten we ze even goed van dichtbij gaan bekijken, Friso. Gaan we doen. Want dit is echt wel uniek, hè? Niet normaal. Wat een iconische auto om te zien. De neus alleen al. Moet je eens kijken hoe indrukwekkend dat is. Ik wil het net zeggen, ja. Echt indrukwekkend. Moet grote luchthappers. Zien. Goed, hè? Onderin. Vier zie ik of niet? Als je meer in de spiegel ziet, of ga je wel aan de kant, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Toch? Alleen door die lichten al. Ja. Die lichten, een typisch racerij. Licht komt altijd voort uit racerij. Want als je 290 rijdt, wat deze M3 Competition dan doet, wil je wel dat je goed uitzicht hebt, ook als het donker is. M3 Competition, je had hem misschien al gezien. In het zwart badge. Zie ik. Ja. Specifiek omdat het een competition is. Normaal, normaal zie ik hier altijd nog wel een mistlamp zitten of zo. Die hebben we weggehaald. Ik zie hier heel veel openingen. Ja, met 290 zie je toch geen mist meer, daar heb je geen last van. Al die openingen, als we ze aan de linkerhelft van de auto bekijken, de binnenste, die is specifiek voor de remmen. Hard remmen is hard. De binnenste. De binnenste. Die daarnaast, daarachter zie je al een radiator zitten misschien, die is specifiek voor de motor. En de buitenste, die verticale, die is specifiek voor de air curtain. Precies. Om de lucht nog mooier om de wand te glijden. Waardoor je minder luchtwervelingen in de wielkast hebt. Waanzinnig. En dit komt eigenlijk allemaal uit de racerij, hè? Allemaal. En wat nu gewoon op de weg te vinden is. Ja, dus de racerij is niet alleen maar hobby. Nee, is toch is ook ontwikkeling. Heel gaaf, zeg. Echt heel indrukwekkend. En wat is nou, zeg maar, ik ken alleen maar de nieren, maar de... Ja, goed punt. Goed punt. Specifiek hier zijn ze horizontaal. Specifiek voor de M-modellen lopen ze horizontaal. Ja, je kan ze nog op een non-M-model, kan je ze honingraad of verticaal krijgen. Maar nee hoor, bij een M moet alles anders. Inclusief de nieuwe nieren. Waanzinnig hoe die motorkap er zo in loopt. Ja, ja, mooie grote motorkap, moet je eens kijken met die inhammer erin. Dit straalt toch gewoon power uit wat dit gedaan is. Echt iconisch. Waanzinnig. Zullen we naar de zijkant gaan? Dat is echt gaan we doen, Reinier. Zeer nieuwsgierig. Gaan we doen. Daar is ook nog genoeg te benoemen. Ja, maar kijk, die wielen, jongen, die eronder zitten. Voor en achter. Niet normaal, hè? Ja, echt mooi breed op het randje. Ook schitterend, nog, die remmen erachter. Gouden remmen? In het goud. Specifiek voor de M-carbon keramische remmen. Die remschijven carbon keramisch. Waarom? Om op die manier, ook als je hier op het circuit zit, op elke ronde, diezelfde rempunt aan te houden. Je remt er geen meter korter door, dat is wel grappig. Vergeleken met je stalen remmen. Ja, maar je moet ze wel eens een beetje opwarmen, of niet? Graag. Ja, precies. Ja, ja. Heb je even door de regen gereden, is de eerste keer remmen, gebeurt er even helemaal niks. Ja, maar toch weer een behoorlijke link dan met die M2 als circuitauto. Zeker dus weten. Wel circuitwaardig. Zeker weten, zeker weten. Mooi. En die kleurencombinatie met het zwart. Goed, hè? Hoe heet deze kleur? Oxid grauw is dit. Oxid grauw. Oxid grauw. Ook in de non-M regio's te vinden als individual kleur. Maar die M3 die komt wel erg goed uit in heel oxid goed. Grauw. Portier zie je hier helemaal achteral. Helemaal he? Naar de breedte gaan. Die loopt breed uit, ja. Ja, dat is wel waanzinnig gedaan. Ja. Op die lijn die veel bredere achteras vergeleken met een normale M3, die moet wel ruimte krijgen. Dat bredere rubber van die achterbanden ook. Dus die wielkast is een stuk breder. Maar om het mooi soepel te laten lopen, hebben ze ook alvast het portier verbreed. Zie ik nou verschil tussen het voor- en achterwiel? Goed gezien. Ja, heel scherp. Heel scherp. Voor hebben we 19 inch,
28. Waarom hebben we dat gedaan? Om op die manier het insturen van die auto nog directer en nog strakker te maken. Meer zijn lijn te volgen. Precies. Ja. Precies, iets meer rubber op de voorruis. En een bekende carbon dak zie ik. Ook nog, ja, standaard. En ook niet anders leverbaar. Je hebt altijd een carbon dak op de M3. Dus hij is weer zo stijf net als de vorige. Ja, net zo stijf en een lager zwaartepunt. Ja. Echt ja. Heel mooi. En de dorpels, die zijn? Ja, die zijn zo breed, dat zijn bijna treplang. Ik wou net zeggen, jeetje mina man. Die sideskirts allemaal om die mooi. Downforce nog mooier te laten lopen. Hij sluit mooi aan bij de weg. Ja, en toch? Die is ook nieuw, of niet? Ja, die Journey, ja, die hadden we op de vorige optioneel, maar je zag hem niet veel. Nou ziet hij die gewoon lekker op om nog meer die kont in het asfalt te duwen. Ook als je met de 290 toch een bocht in moet. Hij is waanzinnig geworden. Hoor. Mooi. Oh, ja. Kunnen niet wachten om mee te gaan rijden eigenlijk. Ik eigenlijk ook niet. Kijk, de achterkant is natuurlijk wel het meest gave misschien dan. Hè? Ja, absoluut. Die zie je één keer en dan is hij weg. Ja, hij zal snel van je wegrijden, dat denk ik ook. Ja, dat die denk ga je niet bijhouden. Maar ik zie vier uitlaten, dat waren we al gewend van de M3. Typisch maar M. Wel groter. Nog groter, ja. Nog groter. 10 centimeter of 100 millimeter in diameter. Ja. Echt aanwezig. Hoe klinkt die dan? Ja, echt goed. Maar daar moet je nog heel even mee wachten, want moet je die diffuser nog even zien? Oh, dat is carbon, of niet? Volledig carbon. Ja, mooi. Nog lichter gewicht en het ziet er ook gewoon ontzettend gaaf uit. Mooi. Ja, nog een keer een zwart M3 competition. Ja, maar ik zie heel veel zwarte accenten, maar dit is ook in het zwart. Ja, alles vanwege de competition. Competition. Ik wil heel even onder de motorkap kijken. Jongens, nog even een klein beetje techniek. Mooi, kijken we mee. En dan gaan we kijken wat er onder... Zal ik hem open doen? ...de motorkap ligt. Zo. Hier gebeurt het allemaal. Ja. Of dan? Het grootste gedeelte van de beleving. Nog steeds de 6 in lijn. 510 pk zoals die hierbij staat. Als competition. 650 Nm koppel. Serieus veel. En alles nog steeds lekker op de achteras. Als je wil kan een competition ook in MX Drive. Oh, dat kan je kiezen. Achterwiel aangedreven of vierwiel aandrijving. Dat kan ook. En mooi. Het is niet het normale X-Drive systeem wat we kennen. Dit hebben we zoals we nu inmiddels kennen vanuit de M5 en M8 bijvoorbeeld. Ja. Je kan ervoor kiezen om permanente vierwiel aandrijving te hebben. Je kan kiezen voor een soort 20-80 verhouding waarbij echt het overgrote deel naar achteren gaat. Maar als je echt van je achterbanden af wil, dan kun je ook gewoon nog steeds... Alle vermogen naar achteren toe. Juist. Mooi. 650 Nm op de achteras. Dat willen we hebben. En dat hebben we nu ook. En twee turbo's, hè? Ook nog, ja. Voor de eerste drie cilinders en de tweede drie, allebei een losse om gasrespons te verbeteren. Echt wel heel gaaf gedaan. Echt heel mooi gedaan. Nog een tweede intercooler bovenop het blok. En nog meer torsiestijfheid. Door de, ja, het is een driehoek, hè? Ja, door de motorsteunen. Ja, dat is natuurlijk de meest stevige constructie die je kan bedenken. Dus vandaar het driehoekpatroon erin. Mooi. Echt heel gaaf. Ik wil dat wel een keer horen, hoor. Ja, zullen we dat doen? Ja, natuurlijk. Mag wel een keer gebeuren. Laten we nou het interieur van deze M3 even bekijken. Wat hebben we allemaal? Te beginnen bij die volledig carbon stoelen. Inbegrepen in het M Racetrack Pack. Ontzettend gaaf. Die zijn voorbereid op een 5-punts harnas. Waarmee je dus meteen gelicenseerde races mee kan doen met je straatlegale M3. Daarnaast kan je de hoofdsteun verwijderen, waardoor je ook als je een helm op hebt... nog steeds normaal in de stoel kan zitten zonder dat je hoofd te ver naar voren geduwd wordt. Aan alles is gedacht. Nou is deze auto ook nog uitgerust met de carbon interieurlijsten, die maken hem helemaal af. Als we bij het technische blijven, dan is het goed om te weten dat je alles in deze auto, van je onderstel tot gasrespons, remgevoel, stuurbekrachting, uitlaatgeluid, alles apart van elkaar kan instellen. Zodra je je favoriete instellingen hebt gevonden, kan je ze opslaan onder de M1 en M2 knoppen op het stuur, die tijdens het rijden gemakkelijk te bedienen zijn, waardoor je in mum van tijd van een comfortabele straatauto gaat naar een knalharde, spijkerharde circuitauto. Vind je dat nou te veel, dan kan je ervoor zorgen dat je onder de M-mode knop bijvoorbeeld meteen je rijassistentiesystemen volledig uit hebt staan. Je wil natuurlijk niet dat als je op het circuit je Apex pakt, dat je in één keer een stuuringgreep krijgt van de rijbaanverwisselassistent. Dat moet je niet hebben. Er zit zelfs een drift analyzer op en die ga ik nou even proberen. Wat die aangeeft is je sterrenscore, de lengte van je drift, hoe dwars je bent gegaan, de drifthoek. Echt wel heel gaaf om te zien en die ga ik nu proberen.